Goedenavond. Sinds onze vorige aflevering, op vrijdag 27 februari, is de wereld er enorm op vooruit gegaan. In zoverre dat we zelfs een tijdje gedacht hebben dat ons programma volstrekt overbodig was geworden. Maar hoe dicht onze planeet ook tegen de perfectie aanzit, alles moet nog net dat ietsje beter kunnen. Het wordt steeds moeilijker, maar we proberen. En we, dat zijn vanavond Guy Mortier, Rob van Oudenhoven en Wim Obroek. Televisie wordt steeds persoonlijker, we hebben het vorige winter al 100 keer gezegd. En deze prachtige trend zet zich door. Steeds meer publieke figuren vertellen ongevraagd over hun grootmoeder, over hun petekind of over de jammerlijke verzakking van hun zwaarste lichaamsdelen. Ik ben onlangs 30 geworden en dan wordt het natuurlijk wat moeilijker, want dan begint hier en daar de zwaartekracht zijn werk te doen. Oei, oei. Als mijn petekind dat ziet, dan val ik in kosten, want zij schrik op dat soort gadgets. En het is uitgerekend vandaag dat onze bon haar 90ste winter ingaat. En ik zou van de gelegenheid willen gebruikmaken om haar hartelijk proficiat te wensen. Wie weet heeft onze chef ook wel een bomma. Dus bommas, iedereen gelijk voor de wet, bellen maar. De mensen zijn er al lang niet meer hoor, helaas. Omdat van bekende Vlamingen perfect geweten is wie met wie is, hoe lang al en waarom, worden programma's steeds vaker aangekondigd aan de hand van de persoonlijke gezinssituatie. En natuurlijk geen donderdag zonder Jambers, althans voor u. Oude playboys, dat is het thema van Jambers vanavond. Ja, ook mij blijft hij telkens verrassen met zijn onderwerpen. Ik zou zeggen, kijk ernaar, geniet ervan, het is een mooi programma. Ook hierover discussieert het panel. Mijn partner is een stuk ouder dan ikzelf, maar dat wist u al. Persoonlijke ervaringen die op het eerste gezicht niet het minste belang hebben, dragen in aanzienlijke mate bij tot de band met de kijker. Je verneemt wie supportert voor welke voetbalploeg, of een journalist zit al een hele dag met een populair deuntje in zijn oren, of de presentator is eens iemand tegengekomen, op een receptie, of gewoon in de gang. Ja, en van Verstraeten gesproken, die heb ik daarnet nog gezien toen u naar Wittekerke keek en hij was nog druk in de weer met 3 toch wel gevoelige onderwerpen. Danny, vertel jij het maar. En dan een knappe zege van Geel op Waregem 2-3. VTM-directeur Guy Helze, een groot supporter van Verbroedering, geeft vanavond een groot feest bij hem thuis. Iedereen is welkom. Nee, en Numikitepa van Jacques Brel zit nog altijd in mijn oren. Ja, Axel Red in gesprek met Rudy Lanses. Ik heb haar voor het eerst ontmoet tijdens het gala van de Gouden Schoen begin dit jaar. Het is volgens mij onmogelijk dat er bij de internationale sterren iemand sympathieker is dan zij. Niet dat ik er al een tweede ontmoet heb, maar zij is de tofste. Fantastisch. Het is alsof je met de presentator op café zit. Maar ook onder elkaar worden ze steeds familiairder. De boodschap is, wij vormen 1 grote familie. Ja, een goede nacht Ingrid en een goede avond en nacht, dames en heren. Bedankt voor het kijken alvast. Ik zou zeggen, ik had die rij voorzichtig straks. Ja, en liefst ook met 4 wielen. VTM later krijgt u rond 11:45. Ingridje, dat is nachtwerk. Dat was het voorlopig, Mark, vanuit het Zuidstation. Terug naar jou. Dankjewel Marleen en tot vanavond. De volgende stap is dat de afspraakjes die vroeger steels in de refter of in de gang werden gemaakt, tegenwoordig rechtstreeks worden uitgezonden. En als het morgen even goed wordt, Eddie, dan gaan we samen wandelen. Kwikstanden van 15 tot 16 graden. We gaan samen op terrassen te vrijdagnamiddag. Ja. Het kan dus. Ideaal. Ja, ik heb tijd. Een zwakke tot matige zuidelijke wind. Morgen veel zon en 16 graden. We gaan dat trouwens meteen bekijken. En inderdaad, een terrasje. Morgen namiddag afspraak om 3 uur. En in de namiddag ons terrasje. Hè? Dat gaan we zeker doen. Ja, ik neem je op je woord. Niet doen. Het is zeer de vraag of dat nog beter kan, Rob. Zo, daar ben ik weer. Het is bijna tijd voor het journaal. Daar kan u thuis gezellig samen naar kijken. U wel, want mijn partner is er vandoor. Meer daarover in het journaal. Goedenavond en welkom in dit journaal met Guy Mortier, Rob van Oudenhoven, Wim Obroek en Mark Uiterhoeven. Dat waren meteen de 4 hoofdpunten. Maar we beginnen met buitenlands nieuws. De Chileense ex-dictator Augusto Pinochet geniet dus geen internationale onschendbaarheid. Pinochet wordt verantwoordelijk geacht voor het folteren en doden van zo'n 3000 mensen, voornamelijk tegenstanders. Een bijzonder sympathiek man trouwens, die Augusto Pinochet. Van alle dictators die ik al ontmoet heb, is Pinochet zonder twijfel de sympathiekste. Niet dat ik er al veel ontmoet heb, maar
Pinochet blijft toch de tofste. Ik vind persoonlijk Kabila toffer. Nee, ik vind Pinochet toffer. Althans, Kabila kan wel sympathiek. Het binnenland. Er is belangrijk nieuws uit de medische sector, Wim. Inderdaad, Mark. Want alle Belgische koeien krijgen vanaf 1999 een spiraaltje ingeplant om... Sorry dat ik je onderbreek, Wim, maar dat doet mij eraan denken. Heeft jouw vrouw nog last van die vaginale schimmel? Ja, ze geraakt er moeilijk vanaf, ja. Blijven smeren, Wim. Daarnet in de gang zag ik Danny Verstraeten druk in de weer met drie gevoelige onderwerpen en Ilse de Meulemeester. De drie gevoelige onderwerpen zijn niet klaargekomen en dus vervolgen we dit journaal met een vooruitgeschoven weerbericht. Er is inderdaad kans op motregen die kan aanvriezen. Voorzichtigheid is geboden, zo niet dreigt een nieuw ijzeldrama. Van ijzeldrama gesproken, het scheelde niks of ik was daarbij geweest. Ik weet nog goed dat ik dacht, zal ik vanavond eens naar het ijzeldrama gaan? Maar er kwam iets tussen en ik ging niet. Ja, ja, zo weinig heeft dat gescheeld. Een uitgebreid weerbericht krijgt u aan het eind van... Men meldt mij nu dat mijn grootmoeder overleden is. Meer daarover uiteraard in onze laatavondeditie. En we blijven in het binnenland. In Tubeke is de collegeleraar die jarenlang zijn leerlingen seksueel misbruikte ontslagen. Nogal wat anders dan meester De Beukelaar van de derde klas, die het hele lager onderwijs lang zijn poten niet thuis kon houden. Ja, u De Beukelaar! En mij zag hij niet staan. Kleine correctie, het is niet mijn grootmoeder die is overleden, maar die van jou, Rob. Bedankt, Mark. Wim Obroek is ter plaatse en hij kan ons ongetwijfeld meer vertellen. Wim? Ja, Rob. Ik ben er echt niet goed van. Ik heb daarnet een broodje proberen te eten. Maar dat is er onmiddellijk weer uitgekomen. Tussen haakjes. Vannacht heb ik in de Carré Goedele Liekes gezien. En jullie raden nooit met wie die daar een tong stond te draaien. Herwig van Hoven? Luc Allo? Jasmin. Juist geantwoord, alle drie. Een beklijvende reportage daarover dinsdag in Telefact. Dat is afgesproken, Wim. Voor de sport nog een opsporingsbericht. Inderdaad. Op woensdag 2 december verdween rond 7 uur 's avonds Anita Kuppens. Mijn echtgenote. Op het ogenblik van haar verdwijning droeg zij een blauwe broek, mijn blauwe gestreepte trui en die dikke korte skijas die ze vorig jaar met kerstmis van haar moeder heeft gekregen. Anita heeft een interessante lichaamsbouw. Zwarte, halflange haren en, ze zal het niet graag horen, een lichte snor omdat de veet op was. Ze heeft ook een piercing. Maar ik zeg niet waar, want als u die heeft gevonden, kom ik persoonlijk op uw gezicht slaan. Wie inlichtingen heeft, kan bellen naar de politie van Tervuren, 02-207-4538 of gewoon naar mij thuis, Mark. Dat is afgesproken, Rob. De sport. In de tweede voetbalklasse heeft KV Mechelen RWDM verslagen met 1-2. Het was een verdiende zege, we waren gewoon beter. Die Brusselse boeren hebben nog veel geluk gehad dat die vuile zwarte na de rust 2 penalties niet heeft gefloten. Na de wedstrijd hebben de Jos, de Frakke, de Bart en de Said de auto van de scheidsrechter flink in elkaar getrapt. En er is nog meer sportnieuws, Guy? Inderdaad. Na de voetbaltopper in tweede klasse, RWDM KV Mechelen, zijn rellen uitgebroken. De wagen van de scheidsrechter werd zwaar beschadigd. 1 Marokkaan werd gearresteerd. Tot slot het weer. Zoals Guy daarnet al zei, mannen, is het zo koud dat we ons terrasje zullen moeten vergeten. Oh. Ja, ik stel voor dat we samen naar die sauna gaan in Melsbroek. Maar pas op, het zal niks zijn voor de gevoelige nieuwslezers onder u. Want Roland Lomé en Mimi Smit komen ook. Zo, dit journaal zit erop. Het laatavondjournaal presenteer ik u omstreeks 16:45. Dat betekent, Anne, dat jij ons Tess moet gaan afhalen. Ze zit bij Laura thuis, ze gingen een film huren. Bedankt voor het afhalen. Voor het kijken. Het is een vast wielercliché dat renners denken met hun benen. Als ze evenwel diep moeten nadenken, doen ze dat op een nog merkwaardiger plaats. En Merik in mijn achterste dacht... Bekende Vlamingen stappen bij Bosjes de politiek in. CVP-voorzitter Van Peel stelde onomwonden dat het niet is omdat je kan zingen, dat je het ook goed zal doen in het parlement. Aanvankelijk vonden we dat Mark Van Peel overschot van gelijk had.
Tot we hoorden hoe goed zo'n BV al over de eigen politieke toekomst had nagedacht. Welk ministerie hem of haar perfect zou passen. En hoe sterk onderbouwd de motivering van die keuze wel was. Ik ben dochter van een middenstander. Dat betekent de materies van de middenstand, vooral de voedingssector, staan heel dicht bij mij. Ik spreek vanuit mijn vrouw zijn. Ik ben lerares geweest, het onderwijs. Ik heb zelf ook nog een kindje. Maar ik kan alleen maar spreken vanuit mijn eigen achterban, vanuit mijn eigen leven. En dan zie ik dat bijvoorbeeld ja, de kleine middenstander het heel moeilijk heeft. Als dochter van de bakker weet ik ook heel veel hoe die zaken evolueren. Want ik denk deelnemen aan zo'n politiek debat op zich vind ik al een uitdaging. Ja, het politiek debat, dat is toch wel iets waar ik mijn steentje zou willen toe bijdragen. Niet dat ik weet wat het is, het politiek debat, maar erbij zijn is toch belangrijker dan er niet bij zijn. Landbouw? Ik heb zelf heel lang in de stront gezeten. Eventueel asielbeleid. Mijn hond komt uit een asiel. Wat ook tot de mogelijkheden behoort, is de post. Ik heb zelf een adres. Kunst, eventueel. Want mijn eerste lief, die speelde verschrikkelijk met mijn voeten. Dus ik heb uren staan schilderen. Of misschien de spoorwegen. Ik ben zelf nooit op tijd. Dat denk ik dus wel, dat ik goed zal liggen bij de Vlaamse kleurling. Omdat ik in de familie toch altijd gehoord heb dat onze onkel Jos een zwarte was. De media. Ik kom op tv. Nu. Goede. Justitie, dat zouden ze bij ons in de familie graag hebben. Omdat dan mijn broer vervroegd vrij kan komen. Landbouw. TV-stapel. Ik ben zelf een beest in met. Een goede collega van ons kroop afgelopen weekend door het oog van de naald. In één en dezelfde nacht was hij betrokken bij twee dodelijke ongevallen. Hij bleef gelukkig ongedeerd. Bij een paar zware ongevallen zijn in elk geval al enkele doden gevallen. Bij twee van die ongelukken waren we bij. Een publieksvraag. Een meneer Rick Browns uit Lanaken. Goedenavond, meneer Browns. U heeft een vraag voor ons. Ja, in mijn woonkamer hangt er aan de muur een bord met daarop de aloude Vlaamse volksspreuk, zoals de klokje thuis tikt, tikt het nergens. Proficiat. Ik heb de indruk dat die Vlaamse volkscultuur aan het verdwijnen is. Daarom mijn vraag, kunnen jullie die cultuur nieuw leven inblazen door die oude volksspreuken eventueel te moderniseren of misschien nieuwe uit te vinden? Ja. Hi. Zoals het klokje thuis tikt, dat is om zot van te worden. Beter een goede buur dan een vochtige muur. Of nodig een kaars uit en zet een eenzame voor je raam. Waar rook is, zijn hamburgers. Of hamburgertenten. Wie het kind met het badwater weggooit, zal met een verstopte afvoerpijp zitten. Achter dat me leut in, zei een boer. En hij stak zijn wuf in branden. Heeft u begrepen, meneer? Heeft u begrepen? Ik snap niks. Nee. Ik kom het persoonlijk bij u thuis opschrijven. Nog bordjes, meneer? Oost-West thuis best. Oost-West thuis best? Oost-West, bij Filip de Winter. Oost-West, West-Oost. In het Berlaymont-gebouw hing een hele grote spreuk. Oost-West, asbest. Nog? Zijn er nog van die bordjes? Hoge bomen vangen zelden een konijn. Ik moet ook zeggen, ik ben bij mij thuis verplicht geweest om in onze slaapkamer boven het bed het bordje op te hangen. Wie het kleine niet eert, is het grote niet leert. Misschien een beetje persoonlijk. Of een kinder komt, is gauw gevuld. Over modern gesproken. Absoluut. Een succes kent vele vaders. Vraag maar aan mijn kinders. Wie een put graaft voor een ander, werkt waarschijnlijk in Jumet. Heren, hef uw vrouw omhoog. De volgende zit ook graag droog. Nog bordjes, meneer?
beter één vogel in de hand. Ja, dat is waar. Ja, dat is waar. Hartelijk dank voor uw vraag. Dank je wel. Heel wat Westerse mannen van rond de 40 worstelen met zoveel overgewicht dat tegenwoordig in onze apotheken, op discreet verzoek, een orthopedische mannen-BH kan worden aangekocht. In het begin is het wel wat wennen aan het slotje. Ja. Zo pas is de wedstrijd tussen... U heeft het allicht ook gemerkt. De steunbeer van Canvas, het onvolprezen ter zake, begint sedert deze week om 8:30. Aan ter zake kan volgens ons nog slechts één ding worden verbeterd. De interviewer zou zich harmonieus moeten aanpassen aan de stijl van de praatgast. Het viel ons op tijdens het interview met Vlaams minister Steve Stevaart, die feilloos spanning weet op te bouwen door zijn belangrijkste woorden te laten voorafgaan door een korte maar intense pauze, waarin je je afvraagt of hij het woord wel zal vinden. Er is een PV opgesteld jaren geleden door het gemeentebestuur. Die PV heeft zijn weg gevolgd. Zal u in Meissen als overheid zelf overgaan tot... afbraak? Dit kan in dit geval, maar er zijn heel wat gevallen waar de eigenaars zelf overgaan tot afbraak. Dit zijn de grote uitzonderingen, want alles wordt op één hoop gegooid. Is het dat niet wat u gaat doen? Het mag duidelijk zijn dat dit niet zo is. Maar in dit geval wordt het voor u zeer onaangenaam. Uiteraard is dat niet aangenaam en uiteraard is dat een menselijk... drama. Maar vreest u niet dat men zal zeggen dat u een gezin afgemaakt heeft? Maar het is de gemeente die de PV opgemaakt heeft. Ook de hele problematiek weekend. Huisjes valt hier onder. Brengt u die huurders dan onder in sociale woningen? Vaak is dat een gemeente waar geen sociale woningen aanwezig zijn. Aanwezig zijn. En betreurt u de afbraak van die villa in, Meissen, of keurt u dat goed? Ik kan dat betreuren of ik kan dat goedkeuren, maar dat is niet ter zake. Maar waar men in het verleden een vergunning gekregen heeft, is het rechtsgeldig en kan niemand betreuren. Bedankt voor dit gesprek, meneer de mini-ster. Er komen steeds meer televisieprogramma's voor jongeren. Na het succes van het jeugdjournaal Studio Ket pakte een concurrerende zender deze week uit met het allereerste kinderweerbericht. Dus ik kan de voorbije herfst gewoon samenvatten als zijnde somber, nat en koud. Kijkt u even mee naar het volgende fragment waarin een presentator aan een schrijfster uitlegt dat hij in haar boek een leuke lapsus heeft gevonden. Zo'n leuke lapsus in uw boek, hè, waar u dan bijvoorbeeld zegt... ik probeerde dat uit te vogelen, terwijl het eigenlijk volgens ons uit te vissen was. Ja. Tot onze verbazing lezen we in Van Dalen dat uitvogelen wel bestaat en dat het precies hetzelfde betekent als uitvissen. Uitvissen, slim te weten komen, na onderzoek achter iets komen. En uitvogelen, uitzoeken, uitdokteren. Als uitvissen en uitvogelen onderling verwisselbaar zijn, dan moeten we de Nederlandse taal nog rijker kunnen maken met een heel eenvoudige uitbreiding. Eten jullie graag vogel? Vogelkroketje wil ik wel. Ja. Anchovogel? Of zo'n lekker vogelpannetje? En vooral in zo'n mooi, in een mooi vogelrestaurant. En de ober komt dan aan zo, pardon, ster vogel? Ja. 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 Kopen jullie dat aan zo'n vogelkraam bij zo'n vogelwijf of bij zo'n vogelboer of in de vogelmijn of gaan jullie zelf uit vogelen? Zelf vogelen. Ja. 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 Ik bedoel, ik heb het, mijn vader heeft mij leren vogelen. Dus ik ging dus met grootvader en vader vogelen en als ik 4 jaar was. Ah. Echt, om eerlijk te zijn, sinds 10 jaar vogel ik niet meer. Dat zit trouwens in de familie. Mijn vader en mijn moeder hebben ook nooit gevogeld. Het is wel zo, wij waren vroeger vissen. Dus wij vertrokken heel vroeg 's morgens. En mijn moeder, die dacht dat mijn vader een maîtresse had, maar die ging gewoon vogelen. Ah. Dus ja. En, want het was natuurlijk moeilijk, want de vogelboer, die kwam 2 keer per week langs, maar die kwam gewoon om te vissen. Ja.
Bakketvogel graag actief met de lancé. Oeh, ja. Ja, dat, ja. Niet zoals de gepensioneerden zo met de hangende bakketvogelen. Dat vind ik, niks. Dat vind ik zo langs de rand van het water. Ik moet echt... Ja. Want ik heb met een paar vogelvrienden een vogelclub opgericht. Serieus? Ja, waar wij gaan vissen. Wij gaan vogelen bedoel ik, met een vogelboot. Ah, op zee vogelen. Ik heb ook eens op zee gevogeld. Ja. Toen heb ik nog een drenkeling uit het water gevogeld. Die was gelukkig. Ja. Ik wou onlangs gaan vogelen met de auto, maar de vogelplatinees waren kapot. Ja. Daar heb ik toen met een tournevogel aan zitten prutsen. Maar... Ik ben voorbestemd om te vogelen. Mijn sterrenbeeld is vogelen. Oh, dat is tof. Ja. Je zou dringend eens naar een vogelagiste moeten gaan. Ja. Maar ik heb mijn vogelaarkaart niet bij om te betalen en ben de code vergeten. Ik wou onlangs ook gaan vogelen, maar ik moest eerst dringend pogelen. Ah ja. Toen heb ik het uitgesteld. Maar ik heb daar een mooi meisje gezien en die wou ik eigenlijk wel eens vissen. Maar die vogelgeur was er te veel aan. Mag ik eens een vraag stellen? Het is niet gemakkelijk, hè? Goed concentreren. Dus een pinguïn. Een pinguïn, is dat een vogel of een vis? Volgens jullie. Ja. Nee, omdat dus hij zwemt, dus is het een vogel. Hij vliegt niet, dus is het een vis. Een vogel. Nee, maar aan de andere kant, hij heeft vleugels en dus is het een vis. Ah, voilà. Maar dat is dus het probleem, hè? Ja. Hij heeft geen schubben, dus is het een zoogdier. Vis. Ja, vis. Ja. Als hij kieuwen had, dan was het? Een vogel. Ah, dan was het een vogel natuurlijk. Ja. Maar, en wat eet een pinguïn? Vis. Nee, vogel. Vis. Ja. Wetenschappelijk gesproken is een pinguïn een vis die zwemt als een vogel. Ik zou het moeten weten, want ik kijk heel veel naar documentaires over vissen. Vogelen! Zo, bedankt heren en hasta la vogelta. Paus Johannes Paulus II is de laatste tijd niet zo goed bij stem. In plaats van het te zeggen, toont hij nu aan jonge priesters wat ze zeker niet mogen doen. In zijn preek verwees de kerk aan dat het belangrijke ruimte uit zo'n pontificaat. Als er één manifestatie is waarmee alles kan beter zich kan identificeren, is het wel het uitvindersalon. Ook daar worden vaak pijnlijke pogingen ondernomen die nogthans overlopen van de goede bedoelingen, zoals blijkt uit dit journaalverslag. Aan het comfort van de reiziger wordt ook gedacht. Nu al de zelfrijdende koffer. Met de wereldberoemde West-Vlaamse spraaktechnologie. Dat komt ons een bankkaart groot. Al die heers komen een bankkaart groot binnenkort. Moet je geduld. Actie. Vooruit. Vooruit. Actie. Ongehoorzame koffer. Helemaal geen ongehoorzame koffer. Wat is hier precies aan de hand? Het probleem zit hem in die wereldberoemde West-Vlaamse spraaktechnologie van Lernout en Houspi. Het bevel actie vooruit is geen West-Vlaams, bij gevolg blijft de koffer staan. Aangezien de spraaktechnologie is ontwikkeld door West-Vlamingen en West-Vlamingen West-Vlaams spreken, reageert de spraakcomputer alleen op West-Vlaamse bevelen. Dat zorgt voor wereldwijde onrust in de computerbranche. Wie in de 21ste eeuw nog wil meekunnen, zal een aantal West-Vlaamse computertermen moeten instuderen. Vooruitziende specialisten van over de hele wereld hebben de afgelopen weken in Spa een spoedcursus Nederlands gevolgd in aanwezigheid van koningin Paula. Na die basiscursus Nederlands volgen de cursisten in kleine groepjes West-Vlaams voor computers. Ja. Eerst en vooral, de computer is uw vriend. Ja? Dus deze computer wordt bediend alleen en uitsluitend door middel van de taal, het West-Vlaams. Oké, Windows 98 heeft ook een specifieke vertaling uiteraard. Hè? Ja, ja. Rutte 98. Rutte 98. Rutte 98. Oké, dat West-Vlaams, dat gaat niet zo vlot. Stel ze allemaal recht. Stel ze allemaal even recht. Rutte 98. Doe maar met de hand nu. Dat is maar om dat West-Vlaamse kree. Laat alles los. Ja? Bra! 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 B
vrij. Voor je. Oké. Okay. Rutte 98. Rutte 98. Een beetje bij de bijblijven, hè, Gilberke. Dus die net bra, dat is alleen maar om een beetje los te komen. Dus, Rutte 98. Rutte 98. En dat is mijn liefde. Rutte 98. Step maar aan. Oké, Gilberke. Nee, nog één keer. Step maar aan. Step maar aan. Step maar aan. Voilà, is dat. Ja. We zitten nu in het systeem. Underline, onderstrepen. Onderstrepen. Insert. Schuvendrukketasje. 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 Login. Stek tram in. Stek tram in. Logout. Ultramut. Ultramut. Backspace. Ja. Kerkenweren. Wat doe ik nu? Het was hij. Er wordt nooit geslagen om de computer. Nee, nee, nee. Die moet je dat spel helemaal kapot. Voilà. Ja, voilà. Ja, we zitten ja, net in het systeem. Ja. Ja. Hou je er nog aan beginnen of is het dat? Er wordt niet geslagen om de computer. Nee. Als je wilt printen, print, Gilbert. Ja, Gilbert. Okay. Harddisk. Harde ploten. Floppy disk, zachte ploten. Dat is misschien wel interessant voor iedereen. Stel dus shutdown. Je moet je mullen. Niet kloppen, Gilbert, lief. Mijn liefde. Je moet je mullen. Ja, prima. Ja, je moet je mullen. Als je naar de schip van je vader vuil zit, kun je niks niet meer wegvolgen. Ja. Als je heel zit vader vuil, ja. En wil dat domme zaad nog in een floppy. Ja. Hoe moet je dat dan doen? Als je naar de schip van je vader zit en je heel zit ook vader vuil, wil dat domme zaad nog in een floppy. Maar dat is simpel. Als je bij je stekt hem aan, stekt hem in, doet ik er open, doet ik er weer toe en bewoordt dat. Ah, nu vertel ik het. Ja? Oké, voilà. De les is afgelopen. De volgende groep mag komen. Bedankt. Bedankt de computer nog eens. Dank u wel, computer. Dank u. Merci, computer. Merci, computer. Merci, computer. Merci, computer. Tot de naaste keer. 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 Ja. Bye. Ja, we stappen nu. Tot de naaste keer. Gilbertje, wil je niet laten staan? Tot een oude keer. Ja, tot een oude keer. Dat was Alles kan beter voor deze week. Dank aan de panelleden voor hun gewaardeerde medewerking. Dank aan u voor uw aandacht en graag tot volgende week.